Mats, je kwam hier aan met een big smile, maar ook een diepe zucht. Ja. Ben je kapot gegaan? Ja, kapot gegaan, maar zoals ik net al tegen je zei, voor de 3 punten is het prima. Hoe gaat het dan toe in de kleedkamer nu? Ja, toch wel een feestje natuurlijk. Heel lang op gewacht, gestreden, 1 punt gehaald, verloren van tegen Ajax natuurlijk, daarvoor NEC, Go Ahead, 1 punt steeds. Dat is niet bevredigend en dan nu eindelijk thuis met publiek, publiek dat erachter gaat staan en dan 1-0 overwinning op Utrecht die gewoon 7e staan. Ja, top. In principe, als je terugkijkt nog naar vorige week, je verliest in Amsterdam. Zou je zeggen dat is iets wat je incalculeert. Ja, ja. Toch resulteert het in die 15e plek door de resultaten onder jullie. Ja. Ging het toch een beetje afgelopen week de selectie rond van, nou, we staan wel 15e. En merkt hij het ook naar richting deze wedstrijd? Het feit is inderdaad dat je 15e staat. Maar geloof in de ploeg is er zeker. En dat zie je vandaag, denk ik. De overtuiging was er. Ja. Wat was het idee vandaag om Utrecht te bestrijden? Volle bak druk, vastzetten en als ze eruit kwamen dan laag komen en compact, dus in de organisatie en met lef voetballen. Ja, het publiek die erachter, je noemde het al even, ja. Merkt hij dat meteen in de eerste minuten? 100%, ja, waar merk je dat aan? Kun je dat iets concreter maken? Ja, het geeft net die extra boost energie denk ik. Dat is de beste beschrijving denk ik. Als ze dan met z'n allen gaan zingen, sta op voor Heracles, als je voor Heracles bent, dat stukje kan ik herinneren. In het begin van de wedstrijd, dat iedereen opstond, ja, dat merk je 100%. Ja, ja, als we kijken naar die eerste helft, hè, ik denk gaat gelijk op. Gaat 0-0 de rust in, dat is een lekker gevoel denk ik. Maar wat was het gevoel in de kleedkamer? Want je creëerde denk ik niet heel veel, nogmaals, je gaf ook niet veel weg hoor. Maar... Nee. Nou, gewoon volop in die wedstrijd en de tweede helft moeten we eroverheen. Ja. Ja. In de tweede helft komt op een gegeven moment dan toch een fase, sowieso weer meteen uit de kleedkamer. Dat je dan soms denkt, jongens zijn bezig nou scherp. Ja, we zeiden tegen elkaar gelijk in de rust van die eerste 5 à 10 minuten scherp starten. En dan toch krijgen ze wat kansen. Nou, dan is het belangrijk dat je dat overleeft. En dan zie je dat uiteindelijk wij het overwicht weer krijgen en dan die goal valt. Ja, gelukkig. Ja. Vlak voor die goal was er toch een fase denk ik, waar Utrecht echt even de betere ploeg was. Dan heb je volgens mij wel een hele lekkere keeper achter je staan. Hè? Ja, 100% zeker. Die hield ze goed tegen vandaag. Zag je hem of niet? Ja, met de voet. Ja, die met de voet inderdaad. En, een paar hele goede reddingen zeker. Ja. Toch als je kijkt naar die fase, heb je toen een moment het gevoel gehad van het kan ook nog wel onze kant opvallen? Ja, dat wel zeker. Die eerste 5 minuten toen ze, waar we het nu over hebben, toen ze die kansen kregen, toen was het wel echt even van oké, boy, scherp. Met z'n volle bak achter staan en toen uiteindelijk kregen we het overwicht weer. Maakt Sierhuis hem uitstekend af, denk ik. Ja, en Bilal alle... trouwens ook, Bilal met de assist natuurlijk. Ja, volledig in extase, hoe was het met z'n allen weer richting vak U? Ja, je zag het denk ik, toch? Dat spreekt voor zich, denk ik. Dat doet het.